Vandaag had Novulo een congres, dat gaat dan meer over hoogbegaafdheid en kinderen en onderwijs. En het IHBV, het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, had vandaag een congres wat ging over hoogbegaafdheid bij volwassenen. We zijn gezamenlijk begonnen met een paneldiscussie waar dus kinderen en volwassenen samenkwamen. En we hebben ook de dag samen afgesloten en daartussen waren drie rondes van hele interessante lezingen waar ieder zijn eigen programma dus in kon volgen. I thought the group today was very engaged in all three sessions, so I learned quite a bit from them about what's happening in the Netherlands. And the Netherlands has a number of strengths. What they're doing with talent development framework is really seems to be making progress and seems to have caught on. People seem to be supportive of that, which is very encouraging. People and not the instruments make the decisions. So there is always a gatekeeper and someone who will make that final decision. And having a good balance between objective and subjective types of assessments. Ik was de eerste workshop ronde was ik naar Susan Daniels. En die onderverdeling en überhaupt het concept van over-excitabilities. Ja, dat raakte gewoon heel erg bij mij. En ja, zowel een intellectuele als een emotionele snaar, omdat ik een heel interessante onderscheid vind. En dan vanuit daar is er natuurlijk wel weer allerlei overgangen zijn er mogelijk. It's not a matter of providing special accommodations. It's a matter of providing appropriate education for gifted children as well. And that can't be emphasized enough. These are children. They may be very, very bright, but they're children and they need to learn and they need to interact with peers and they need to have teachers and other adults who understand them and understand their needs and how best to meet them.